Ik ben gevraagd om met jullie na te denken over het gebed vanmiddag, bidden. En nou, mooi dat jullie hier zijn, want het geeft aan dat jullie net als de discipelen, Bartje zei het net in zijn gebed ook al, willen leren bidden. Want ik ben er ook wel achter gekomen, ik moet het ook leren bidden. De discipelen vroegen het aan de Heer Jezus, leer ons bidden. En ik vind bidden best wel moeilijk. Althans, er zijn zoveel dingen die je bezighouden. De concentratie, de tijd, noem het allemaal maar op. Met vallen en opstaan mag je dan dingen leren in je leven. Maar omdat tegelijkertijd ook bidden zo fundamenteel is. Zo noodzakelijk in je leven, maar ook zo mooi. Broeders en zusters, ik hoop dat jullie dusdanig het gebed zullen beoefenen in je leven. Dat je er steeds vrolijker van wordt. Blij van wordt. Want hoe is het in Gods naam mogelijk dat wij contact kunnen hebben met God. Gemeenschap kunnen beoefenen met hem. Nou, daar gaat het om in gebed. Wat ik vanmiddag wil doen is, ja, ik kon natuurlijk met jullie nagaan denken over het Onze Vader. Hè, want de discipelen vroegen het aan de Heer Jezus. En toen leerde de Heer Jezus hen dat prachtige gebed. Nou, dat is natuurlijk ook de kern van het gebed, kun je zeggen. Maar ik ga een paar dingen anders doen met jullie vanmiddag. Ik wil eerste gedeelte met elkaar kijken naar de bron van gebed. Dus dat heeft natuurlijk alles te maken met gebed. En dat zal je ook helpen. Want dat heb ik zelf ook mogen leren op die manier, hoe je dat kan helpen in jouw gebedsleven. Daarna willen we nadenken wat over het persoonlijke gebed. Hoe kun je daarin ook keuze maken, praktische dingen. En nou ja, goed, er ligt er een beetje aan van wat jullie vragen zijn, wat voor een tijd er over is. We kunnen nog nadenken over gebedsverhoringen, we kunnen nadenken over gemeenschappelijk gebed, ook ongelooflijk belangrijk. Om elkaar daarom ook te helpen. En ook als we daar gewoon niet aan toekomen, weet hoe belangrijk dat ook is. Het samen bidden, alleen is ook maar weer alleen, hè? En hoe kun je elkaar daarin ook samen tot steun zijn? Zeker ook als je deel mag uitmaken van gemeente. Maar ook zeker hier op de Bijbelschool. Goed. Even een vraagje vooraf. Vraag het eens even aan elkaar. Zo, 2, 3 mensen, net wie je, bij wie je zit. Zomaar even aan elkaar vragen, hoe ziet jouw gebedsleven eruit? De tijd is voorbij. Om het gebed te gaan beoefenen krijgen jullie meer tijd. Maar dat doen we niet nu, uiteraard. En misschien moeten we straks aan het eind van de sessie vanmiddag eens aan elkaar vragen, hoe ga je het nu doen de komende tijd? Hè? Maar dat is weer een andere vraag. Maar dit is wel heel serieus. Ik was ooit tijdens een moment in mijn opleiding, kan ik me herinneren, en dat is natuurlijk jaren geleden, in Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam. En daar kregen we liturgie van een hoogleraar. En dat was een sessie over het gebed, college over het gebed. En toen zaten we zo in een kring. En die hoogleraar die zat daar vooraan en die zegt, Oké, hoe ziet jouw gebedsleven eruit? Laten we eens even een rondje maken. En één voor één, hoe jouw gebedsleven eruit ziet. Nou, zegt de een, ja, s'nachts als ik in bed lig, dan denk ik wel eens aan God. Ja, moet ik nog meer zeggen? En een ander die had weer zo'n soort verhaaltje. Waren er ook wel enkelen die, waarin het wel wat verder ging, bidden aan tafel, of bidden met kinderen. En toen vertelde die hoogleraar iets over zijn eigen gebedsleven. En ik had hem een beetje ingeschat als een wat moderne theoloog. Maar wat zijn gebedsleven betreft was hij niet in die zin zo modern, zo oppervlakkig als dat ik hem ingeschat had. Er kwam echt heel wat uit. En toen zegt hij tegen ons, als dat jullie gebedsleven is en jullie willen allemaal predikant worden. Want daar ging het over, hè? Over studenten die predikant willen worden.
Als dat jullie gebedsleven is, dan weten jullie ook wel hoe het gebedsleven van jullie gemeente dan zal zijn. Oké. Ik wil graag aansluiten, als het gaat over het gebed, niet bij jullie verhaal, hoe jullie gebedsleven eruit ziet. Ook niet bij mijn verhaal, daar heb je niks aan. Hoewel, oké. Maar bij een man uit de Bijbel, en ik wil Elia erbij nemen. En nou, zeg nou niet gelijk van, ja, wij zijn Elia niet, want ik hoop echt dat je vanmiddag stikjaloers op hem wordt. Als het gaat over zijn intieme omgang met God, terwijl we eigenlijk helemaal niet zoveel van hem afweten, Elia. Maar bedenk dat het gebed in zijn leven dus wel de belangrijkste plek had. 1 Koningen 17, vers 1 tot 6. Ik heb dat niet afgedrukt. De meeste teksten die ik langs laat komen, die staan ook allemaal even op PowerPoint, zodat je niet alles op hoeft te zoeken. Jullie kunnen de PowerPoint ook krijgen, heb ik begrepen van Bart. Dus dat komt allemaal goed. Maar een paar gedeelten moet je gewoon in de Bijbel opzoeken en erbij houden. En 1 Koningen 17, dat lezen we even door. Er staat eigenlijk heel veel in een paar korte teksten, althans wat de geschiedenis van deze profeet betreft. En Elia de Tisbiet uit de inwoners van Gilead zei tegen Ahab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen behalve op mijn woord. Daarna kwam het woord van de Heere tot hem: ga weg van hier, keer u naar het oosten en verberg u bij de beek Krit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt, en het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. Verder heb ik de raven geboden om u daar te onderhouden. Hij ging dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de Heere. Hij ging wonen bij de beek Krit die aan de overzijde van de Jordaan stroomt, en de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. Er staat geen woord in over gebed. Wel? Dat was je gelijk al opgevallen, hè? Ja, wat heeft het nou met binnen te maken? Nou, ik zal je iets vertellen over Elia. Over zijn afkomst. Hij komt uit Tisbe. Hij is een Tisbiet. Overzijde van de Jordaan, Galilea. Gilead, aan de overzijde van de Jordaan. Excuus, Galilea ligt natuurlijk aan de goede zijde, de westelijke zijde. Gilead ligt aan de oostzijde. Maar er wordt hier dus in feite niks over zijn verleden verteld. Deze man die staat zomaar ineens vanuit het niets hier voor Aga. Maar er is wel iemand die een heel bijzonder licht werpt op het gedrag van deze profeet over het leven van Elia. Nou, ik denk dat jullie wel weten wie dat is. Jacobus. En Jacobus die zegt dit over hem: Elia was een mens zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Wat is daar aan de hand? Elia die woonde in Gilead, of die vanuit het verleden daarheen verhuisd is met zijn familie, met zijn ouders of zo, dat weten we niet, aan de overkant daar van de Jordaan. Maar wat je dus weet, wat we weten kunnen vanuit het feit dat hij een man van gebed is en dat hij dus optreedt ten aanzien van Ahab, dat Elia in ieder geval een man is die niet meegezogen is in heel die afgodendienst daar in Israël onder de regering van Ahab en Izebel. Jacobus die introduceert hem ons als een man van gebed. Heeft een leven geleid dicht bij God. Dat weet je vanuit de context. Hij deed een vurig gebed, lezen we dan hier. Daar staat in de HSV ook een sterretje bij, een verwijzing naar een opmerking dat geplaatst wordt bij dit vers. En daar staat er onder dat Elia een vurig gebed deed. Dat betekent letterlijk, hij bad een gebed. Je kunt ook vertalen met biddende bad hij. Daar zat intensiteit in, er zit kracht in, maar ook, hij was het ook gewend om te bidden.
Het was zijn bestaan, kun je zeggen. Dat zit daarin, vanuit de grondtaal. En tijdens dat bidden heeft hij dat specifieke gebed gedaan dat het niet meer zou regenen in Israël. Dus wat Jacobus zegt, dat wijst niet op dat hij dat moment dat hij daarvoor Agab stond, maar dat wijst op het feit dat hij bad. En hij heeft het gebeden. Hoe komt hij daar dan op? Hoe komt Elia er dan toe om te gaan bidden dat het niet meer zal regenen? Ja, ik kan me voorstellen dat jullie dat wel eens bidden als het land droog is. We hebben een hele tijd gehad dat het zo droog was, dan bid je om regen. Afgelopen jaar heb je meer gebeden om droogte, denk ik, omdat het zoveel regende. Ja, maar Elia, broeders en zusters, die bad met een open Bijbel, om het zo maar te zeggen. Hij leefde dicht bij God. Kijk, het is Elia enorm aan zijn hart gegaan. Ik vul nou even een paar dingen in, maar vanuit het hele verband wat we weten van Elia en de verhalen en de teksten, is het Elia enorm aan zijn hart gegaan wat hij zag gebeuren daar aan de overkant van de Jordaan, dat heel Israël meegezogen werd in die afgodendienst van Baal. De koningen van Israël, de een na de ander, ging het schip in als het gaat over de dienst van God. Maar Agab spande natuurlijk wel de kroon. Want hij trouwde een vrouw, weer een buitenlander vanuit Sidon, daar in het noorden. En die vrouw die bracht de afgodendienst van Baal mee. Je moet altijd uitkijken welke vrouw je trouwt, hè? Hij bracht de afgodendienst mee. En dat is langzamerhand geïntroduceerd in Israël. En wat gebeurt er als de afgoden komen in jouw leven? Die gaan steeds meer plek opeisen, toch? Dat weet je als je dat meegemaakt hebt. Iets wat een afgod wordt, gaat steeds meer ruimte innemen in je gedachten, in je hele leven. Maar dan komt er steeds minder ruimte voor de ware levende God. Dat is wat er in Israël gebeurde. Hij heeft dat gezien en hij heeft ermee geworsteld. En hij kende het woord van God. En hij wist hoe God zijn volk bevrijd had. Maar hij wist ook hoe God zijn volk gewaarschuwd had. En dan kom je hier bij Deuteronomium 11. Wat staat daar? Wees op uw hoede dat uw hart niet verleid wordt, zodat u afwijkt, andere goden dient en u voor hen neerbuigt. Anders zal de toorn van de Heere tegen u ontbranden en zal hij de hemel sluiten, zodat er geen regen meer zal zijn. De aardbodem zijn opbrengst niet meer zal geven en u spoedig verdwenen zult zijn uit het goede land dat de Heere God u geeft. Daar staat letterlijk wat er gebeurde. En dat moet Elia geweten hebben. Want hij bad dat gebed. Heere God, als het dan zo is, en zo is het, dat het volk steeds verder bij u vandaan dwaalt, de afgoden dient, laat het dan gebeuren wat hier staat in Deuteronomium 11, dat de hemel toegesloten wordt, dat het niet meer zal gaan regenen, want anders dan komt dat andere ook nog. Dat ze hem snel in het land uit moeten. Nou, ik vul het een klein beetje in. Maar ik heb me aardig bezig gehouden de laatste tijd ook met Elia. Ik heb daar meerdere keren ook over gepreekt. En hoe meer je daarin duikt, hoe dieper je dat als het ware daarin die huid kruipt van deze man. Ook wat je ziet vanuit de geschiedenissen, vanuit de teksten. Hoe meer ik denk van ja, zo moet het op een of andere manier gegaan zijn. En hij heeft het gebeden. Dan moet dit maar gebeuren. En vervolgens heeft God hem geroepen. Ga het nou ook vertellen tegen Agab. Dit wordt de weg. De hemel wordt toegesloten. Totdat ik jou opnieuw stuur. Om het te gaan zeggen dat het voorbij is. Dat er weer regen komt. Wat betekent dit, broeders en zusters, voor ons gebedsleven? Wat is de bron van Elia's gebedsleven? Gods woord, zijn spreken, zijn beloften, maar ook zijn oordelen, zijn waarschuwingen. Bidden
is dus in feite reactie op Gods spreken. Vooraf aan mijn gebedsleven, vooraf aan mijn gebed, gaat het spreken van God. Want anders dan, ja, toch wie moet ik anders bidden? Waar bidden heidenen tegen, die God niet kennen, mensen die God niet kennen, waar bidden ze tegen? Ik heb ook wel mensen gehoord die helemaal niks van God weten, die gaan tegen een papa en mama praten, die al die overleden is, maar die dan ergens een sterretje moet zijn of zo. En dan zijn ze daarmee in gesprek. Mensen die nooit van God weten, hè, dat we kennen allemaal wel die, ja, de zendingsverhalen, zeg maar. Hey, ik ben geen zendeling, maar ik heb er ook wat een en ander natuurlijk van gelezen. Ieder mens gaat bidden. Ieder mens moet uit zichzelf en gaat bidden tot, desnoods, tot de zon, de maan en de sterren. Of tot een God. Ja, maar ja, wie is die God dan? Dat kan dan ook net zo goed Baal zijn. De God van de regen, van de vruchtbaarheid. Nee, wij bidden tot God, de levende God van Israël. Zoveel mensen die bidden op die manier van, ja, ik denk wel eens wat van God. Ja, kijk dominee, we bidden wel voor ons eten nog, maar bijbellezen doen we eigenlijk nooit. Hoe moet dat? En vandaar dat het bidden dan vaak ook niet meer is dan het opsommen van dat rijtje eigen verlangens en behoeften die ik heb. Mijn ideeën, mijn beslommeringen. De bron van jouw gebedsleven is God zelf. En in ons gebedsleven moet God centraal staan. En dan hebben we het over die levende God van Israël. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons bekendgemaakt wordt in de Bijbel. Toch even terug naar het Onze Vader. Hoe zie je dat in het Onze Vader? Je zou dat natuurlijk heel uitvoerig kunnen doen, maar gewoon maar even zo. Hoe zie je dat ook in het Onze Vader? Terugkomen bij Jezus? Ja. Precies. Het begint met aanbidden. U wil geschieden, uw koninkrijk komen, uw naam worden geheiligd. Het gaat om u. En daar eindigt het ook mee. En natuurlijk krijgt ook dat geef ons heden ons dagelijks brood daar gewoon een plek in. Hè? Dus het is niet zo dat dat onbelangrijk is. Maar dat wordt als het ware ingekaderd in die aanbidding. In dat gericht zijn op God. In dat luisteren naar God. Het komt bij u vandaan. U maakt zichzelf aan ons bekend. U bent de God van het leven. Dus als je na wil denken over gebed, en daar wil ik graag jullie even dus even in meenemen, dan gaan we nadenken over hoe onze omgang is met God die spreekt. De levende stem van God. Het woord van God is de sleutel tot gebed. Fundamenteel voor je gebedsleven. Johannes 15, vers 7, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Mijn woorden in u blijven. En de geest komt daarin te hulp. Want de geest zal hij geven als je bidt, heeft hij beloofd. En die gaat die woorden uit mij nemen, zegt Jezus, en die gaat ze in jullie verkondigen. Dus de bron voor jouw gebedsleven ligt buiten jezelf. En die woorden, die mag je vervolgens gebruiken als gebedsmateriaal, om het zo maar eens te zeggen, in jouw gebed. Nou, je kunt natuurlijk heel veel teksten uit de Bijbel opzoeken die aangeven hoe belangrijk het is dat wij bezig zijn met het woord van God. Het is het woord van God dat mensen in gemeenschap brengt met God,
kracht geeft in krachteloosheid. Woorden van God die ons wijsheid geven, die ons de weg wijzen in beslissingen die we moeten nemen. De woorden van God, zegt David in Psalm 119, die zoeter zijn dan honing in mijn mond. Hè, die de vreugde geven in je bestaan. Het woord van God, hoe meer je daarmee bezig bent. Heb je dat nooit ook? Ik heb dat wel eens. Dan ben je met het woord van God bezig en dan laat je die woorden naar je toe komen. En dan, ja, dan word je gewoon soms warm van binnen. Dan merk je gewoon van, dit is waarheid. Dit is wat werkelijk ertoe doet. Ik dank u voor dit woord. Want dat woord, dat bent u zelf. Jezus, het mens geworden, vlees geworden woord. U spreekt daardoorheen. Dus wanneer je in gemeenschap verkeert met het woord van God, dan verkeer je in gemeenschap met Jezus. En uiteindelijk gaat het dan hier om deze vraag. En dat heeft dus alles te maken met je gebedsleven. Dat het ten diepste er niet om gaat wat wij doen met de Bijbel, met het woord. Maar dat zo dat woord wat met ons gaat doen. God met ons aan het werk gaat. God ons gaat vervullen. Zoals Elia zelfs daar nog geroepen wordt om dat wat hij bad uit te gaan spreken voor het aangezicht van Achab. En waar haalde hij dat lef vandaan? Ja, dat gaf God hem. Doordat hij die omgang met God kende. Hoe doe je dat? Concreet? Hoe ga je om met de Bijbel? Er zijn in feite, we zeggen wel eens, drie manieren van omgaan met de Bijbel. Pak ze even snel op. Je kunt gewoon Bijbel lezen. Dat kan heel best. Je kunt een leesprogramma volgen. In een jaar lang de Bijbel door. Dat is prima. Ik heb eens een keer iemand gehoord die zei van... ik had zoveel krampachtigheid in. Want die Bijbel die moest uit aan het eind van het jaar. Dat het me helemaal gelukt is. Maar of ik er nog veel aan gehad heb, dat is een volgende. Maar als je die tijd ervoor kunt vrijmaken, zeker doen, het is heel goed. Maar een tweede manier is de Bijbel bestuderen. Hè? Dus dan, dat doe je op kringen, dat doe je hier ook, in de Bijbelschool natuurlijk en op allerlei andere momenten. Dieper het woord in. Maar waar het om gaat, Luther zei dat ook al, hè? Waar het werkelijk om gaat is de Bijbel bemediteren. En die drie die hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Maar Bijbelmeditatie is relatie zoeken met God. Dat is relatie zoeken met God. Mediteren was mooi. Ik was gisteren op de gemeentedag in het. Er was Leander Jansen, die sprak ook nog. En die gebruikte ook datzelfde weer even, dat mediteren. Dat doet er soms een beetje, ja, wel een beetje oosters aan. Hè? Maar mediteren. Meditatio is natuurlijk gewoon Bijbels. Moet je Psalm 119 eens helemaal doorlezen, dan zie je hoe vaak dat woord overdenken daar gebruikt wordt. Luisteren, proeven. Het is als honing. En je kunt de samenstelling van honing kun je wetenschappelijk gaan ontleden van hoe ziet dat eruit, maar je kunt ook gewoon proeven. En dan proef je dat gewoon zoet is. Nou, dat moet je doen met de woorden van God. Proeven. Meditatie. Het is het komt eigenlijk uit de militaire wereld. Het is exercitie, oefening. Nou, dan geeft het gelijk al aan dat het niet allemaal vanzelf gaat. Maar dat is wel waar het om draait. Jozua 1, vers 7 en 8. Alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u heen gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken. Zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan nemen zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Het woord overleggen, overpeinzen, hardop uitspreken.
Wat heeft de Heiland zelf gezegd? Nog een keer, als u mijn woorden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heeft. Dus als wij zo luisteren naar de woorden van God, biddend bezig zijn met het woord van God, dan zitten wij dus in feite aan de voeten van Jezus. Er zijn wel eens mensen die tegen mij zeggen, maar ik zou zo graag willen dat dan Jezus eens bij mij aan tafel kwam zitten. En ik zeg, oh, dat is helemaal niet zo moeilijk, doe je Bijbel open. Hier is Hij. Luister naar zijn stem. En wanneer je hart zo mediterend, overdenkend, proevend bezig is met die woorden van God, raakt je hart steeds meer ingesteld op zijn woord. Raak je steeds meer ingesteld op zijn wil. En komt er een diepere gemeenschap. En ga je van daaruit, als het ware, vanzelf spreken. Dus bidden wordt steeds mooier naarmate je hart meer en meer ingesteld raakt op die woorden van God, wat hij doet, wat hij zegt. Dat is wel belangrijk, hè? Dat je hart raakt op ingesteld. Ik weet dat ooit een keer op een conferentie van, ja, het zou wel van Hartkruis zijn geweest, François Carr, ik ben dat nooit vergeten. François Carr die gebruikte een keer dat beeld van, die vertelde hoe een evangelist samen met een Indiaan. En die Indiaan, dat was een vriend van hem of zo, die was samen met die Indiaan op een heel groot plein, Madison Square. Op een heel groot plein, allemaal drukte, mensen, trams, auto's die klaksoneren en noem allemaal maar op. En toen zegt die Indiaan, die zegt tegen de evangelist, ik hoor hier een klein zwart krekeltje. Dat zegt die evangelist, jij ziet ze vliegen, hoe kan je dat nou horen, joh? Met al die drukte en dat geluid hier en het lawaai. Maar ik hoor het, zegt hij, want ik kom uit de natuur. En ik ken dat beestje. Die moet hier zitten. Hij zegt, want je hoort, zegt die Indiaan tegen de evangelist, je hoort waar je hart op ingesteld is. Wil je het bewijs, zegt hij, en hij haalt zo een paar, ik weet niet wat voor munten over het geweest zijn, maar hij haalt een paar munten uit zijn zak en die hoort hij zo op de straat, rinkelend op de kei, en dan gelijk staan er allerlei mensen stil. Te midden van alle leven en lawaai op dat plein stonden die mensen stil, want ze hoorden het geluid. Ja, zie je wel, zegt hij, de Indiaan. De meeste mensen zijn ingesteld op geld. Er is een hart op ingesteld, dat horen ze. Nou. Mag jouw hart ingesteld worden, ingesteld raken op de woorden van God, van Christus. Het hart van Elia was ingesteld op de stem van God. Zodoende kon hij verstaan en doorzien wat de problemen waren in Israël en waar het op uit zou lopen. Die afgodendienst. En hij ging bidden. Hij bad vurig. Hij bad het gebed. Zoals in uw woord geschreven staat. Laat dan de hemel zich maar sluiten. Als dat dan de manier is om het volk tot stilstand te krijgen en terug te brengen in onder uw gehoorzaamheid, dan moet dat maar gebeuren voordat ze ook nog in de ballingschap moeten. En jullie weten het wel, dat is nog later gebeurd ook. Nou, ik las een stukje van het boek van John Piper, Vechten voor Vreugde. Heeft iemand dat? Ja, het is al een oudje. Maar ik kan het echt aanraden. Het is een geweldig mooi boek. Ik las daarin het volgende citaat van George Muller. Jullie kennen George Muller. Evangelist, directeur Weeshuis in Bristol, Engeland, 19e eeuw. En John Piper schreef over zijn adviezen met betrekking tot het gebed. En ik heb dat hier afgedrukt, dus je krijgt dat in ieder geval dan ook thuis. En ik wil dat even met jullie doorlezen, dan begrijp je waar dit om gaat. George Muller die schrijft, het verschil tussen hoe ik vroeger deed en hoe ik het nu doe is dit. Heeft hij het over gebidden, hè?
Toen ik vroeger opstond, begon ik zo snel mogelijk te bidden. Maar wat was het resultaat? Ik bracht vaak een kwartier, een half uur of soms zelfs een uur door op mijn knieën, terwijl ik me bewust was van mijn ongemak, gebrek aan bemoediging en een nederige ziel enzovoort. En vaak nadat mijn gedachten 10 minuten, een kwartier of zelfs een half uur afgedwaald waren, begon ik pas echt te bidden. Tegenwoordig kwel ik me nauwelijks meer op die manier. Het was mijn gewoonte in elk geval in de 10 voorgaande jaren om te gaan bidden nadat ik mezelf 's morgens aangekleed had. Het eerste wat ik deed nadat ik in een paar woorden nederig gevraagd had om Gods zegen over zijn kostbare woord, was mediteren over het woord van God in elk vers zoekend om er zegen uit te krijgen. Het resultaat dat ik stevast kreeg was dat ik na een paar minuten begon te belijden, te dankzeggen, te bemiddelen of te smeken. Ik gaf mijzelf niet over aan gebed, maar aan meditatie. En toch veranderde dat bijna meteen min of meer in gebed. Voel je me aan? Hij gaf zich niet over aan gebed. Hij gaf zich over aan het woord van God. En als je je daaraan overgeeft, kun je niet anders. Dan moet je gaan bidden. En zo was ik dan een tijdje aan het belijden, bemiddelen, smeken of dankzeggen, waarna ik verder ging met de volgende woorden of het volgende vers, wat weer leidde tot gebed voor mezelf of anderen, al naar gelang het woord me leidde. Mediteren over het woord, waarbij alles langzamerhand in gebed verandert. Bidden is dus niet, althans zeker niet in eerste instantie, aan God bekendmaken al mijn wensen, vertellen wat mij allemaal bezighoudt en heel de toestand van de wereld uit de doeken doen. Natuurlijk stort je totale, je ganse hart uit voor hem, jazeker, maar dat krijgt een plek in dat zijn met God. Bidden is een zijn. Je zegt, ik kan in 5 minuten wel bidden wat ik nodig heb. John Piper zegt, neem een Bijbelgedeelte, begin dat rustig te lezen. Pauzeer na elke zin, ga terug en bid over wat je gelezen hebt. Op deze manier kun je zo lang bidden als je kunt lezen. Je kunt zo wel de hele dag bidden. Maar je zult nog waarschijnlijk een paar andere dingen moeten doen, zoals ik gewoonlijk ook. Hebben we de clue door? Want dit is voor mij zelf ook heel wezenlijk. Hè? Want door het woord te maken tot bron van je gebed, dus God zelf tot bron van je gebed, krijgt ook veel meer de centrale plek in je gebed. En komen van daaruit soms zomaar antwoorden op die ik nodig had. Of die ik soms helemaal niet nodig had. Maar waarvan God vond dat ik ze nodig moet hebben. Begrijp je, je geeft de regie uit handen in je gebed. En krijgt hij de eer. Ik heb hier een klein opdrachtje bij. Ik zit even te kijken, de tijd gaat al door. Hè? We moeten eigenlijk al pauzeren, nog niet waar. Eventjes doorgaan, even nog. We gaan gewoon even door en maken het straks wel iets korter. 1 Koningen 18. En ik zou willen zeggen, doe dat gewoon eens even persoonlijk. 1 Koningen 18, vers 36 tot 44. Lees dat gedeelte gewoon eens even voor jezelf. Concentreer je eens even daarop. En als je dat nou leest, bemediteert, wat zou je vanuit dit gedeelte kunnen beluisteren en een plek kunnen geven in je gebed, in je antwoord aan God? Als je dit nou leest in je stille tijd, wat zou je hieruit kunnen meenemen in je gebed? Wil iemand daar iets over kwijt?
wat je denkt van, nou, dat kan ik wel gebruiken in mijn gebed. Belangrijk om te bidden. Ja? Nou ja, Elia, die haalt eerst Gods onveranderlijkheid aan. God levend is, God van Abraham, Isaac en Israël. En hij komt dus allereerst toch weer met die eer van God van laat bekend worden dat u God bent. En ja. Ik zou, als ik dit aan het begin van de dag, dan bid ik dat ook eigenlijk altijd van Heer, u brengt mij vandaag weer hier in Nederland, waar dat u mij ook inleidt in mijn werk. Laat ze zien dat ik uw dienstheer ben, ja. Om zodoende te laten zien dat u de God bent, ook van Nederland. Ja. Mooi hè? Ja. Ja. Dat is je verlangen. Ja, dat is wel een diep verlangen. Ja, mooi. Zeker. Mooi, dat was het bij Elia ook hè? Nou, juist door je daar dan in te verdiepen, werkt de geest dat ook in je uit, hè? Datzelfde verlangen, als je daarnaar luistert. Ik zei ons in het begin al, ja, wij zijn Elia niet, hè? Ik hoop dat je heel erg jaloers om wordt en dat ook bid om de geest. Dat is ook de belofte van Jezus, dat hij de geest dan geeft als je bidt. En wat doet de geest? Ja, die verheerlijkt de Vader natuurlijk, dat deed hij bij Jezus ook. Nou, dat gebeurt hier. En dan ga je dat meebidden. Ja. Ja, dan valt de rest al bijna het niet, zou ik haar zeggen, hè? Ja. Ja. Ja, precies. Nou goed, maar dat betekent dus in feite ook wel dat je daar dan, dat is ook een andere kant van, dat je daar jezelf aan ondergeschikt maakt ook weer, hè? Dus dat kan ook zomaar betekenen dat God tegen jou zegt, oké, ga je nou Agab toe vandaag? Of dan stuur ik je een stelletje afgodspriesters op jouw weg. Zo, hè? Dus het is ook weer gevaarlijk om het te bidden. Begrijp je me? Maar juist zo gaat God dus Elia in dienst nemen. En kan hij hem gebruiken. En zo wil God vandaag ons gebruiken in zijn koninkrijk. In die weg. Ja? Nou, ik maakte dat afgelopen week ook mee. Omdat u zegt, we kunnen ook vaak op je pad komen. Dan maak ik echt heel concreet mee door jongens op de bouw die ontzettend vloekten. En ik dacht, ik kan gewoon niet weggaan voordat ik hem erop heb gelezen. Ja. En dan begon ik over tegen hem. En hij laat zijn haren vallen. Hij kijkt me aan en hij zegt, kom jij van een andere planeet of zo? Heb jij net in je bus zitten zuipen of zo, zegt hij. Want ik had net zitten schaften in mijn bus. Ik had niet zoveel zin om bij hun bij die lege praten zitten. Ja. En ik was stom verbaasd. En in één keer, want ik stond mijn mond vol tanden. Maar toen in één keer dacht ik, hé, hier gebeurt nou hetzelfde als in Handelingen 2. Ben jij vol zoete wijn? Ja. Ik zeg, jongen, maar het is 11:00 PM. Ja. Ik kreeg die woorden, ik weet het zeker, maar ik stap mijn rust niet uit voor ik heb gebeden. Heer, u zegt, ga je zo mij een duimen zijn. Ja. Nou, we laten het zien. Ja, en, ja, ja. Dus dat, ja, het gebeurt wel. Maar de andere kant gebeurt ook, dat er ruimte is voor het woord van God. Ja. Een Bijbel aannemen. Ja, soms onverwachts, hè? Ja. Ja. Er komt soms ineens een ruimte waar je zelf nooit gedacht had. Ja. En dat heeft dan te maken met geloof, met vertrouwen. Want dat is het dan wat je dan uiteindelijk dan ook mag doen. Hè? In vertrouwen leg je dat in God neer. Maar dat is ook gebed, is je toevertrouwen aan hem. Gebed heeft alles te maken met, laat het bij u vandaan komen. Hè? Vul me met uw geest. Ja, maar dat is in feite denk ik al de kern. Ja, ja. Nog andere dingen? Die jullie uit het, want hier zie je twee momenten van Elia in gebed, hè? In dat korte stukje beschreven. Wat zou je nog meer van hem willen meebidden? Als hij het verhoord heeft, dan wil ik toch nog weer terug laten naar God. En God verhoorde toen ik zijn bed. En dan hij gaat nog wel gaan feesten. Hij gaat nog wel weer terug. Ik ben er wel weer, omdat ik weer in gebed heb. Ja, 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 ja. Ja, inderdaad. Dus weer terug. Dat heeft ook iets te maken met volharding, denk ik.
He, want die knecht van hem, die gaat erop uit en die komt weer terug en die gaat erop uit. Er gebeurt allemaal nog niks. He, maar ondertussen gaat Elia dus wel door. Dus blijkbaar kent hij ook zijn God. Kijk, iemand anders die zou zeggen van Elia, nou zit je wel te bidden, maar er gebeurt dus niks als het gaat om regen. Want die belofte van God die is er, dat er regen komt. Hè? Nou, daar bidt hij natuurlijk ook om. En er gebeurt niks. Het is weer een beetje hetzelfde verhaal als die Baalspriesters natuurlijk die er op de Karmel stonden. Heer antwoord ons, maar er was geen antwoord en er gebeurde niks. Het lijkt wel alsof dat bij Elia ook gebeurt, maar Elia kent zijn God, dat merk je aan alles. En die weet dat God geduld heeft, geen haast heeft, maar hij doet wel wat hij zegt. Dus hij gaat door, dus volharding, terugkomen bij God, volharden, bezig blijven, ook zoiets. Ja, nou we moeten wel gaan pauzeren. Is het ten aanzien van wat nu gezegd is, zijn daar nog vragen over bij jullie? Heeft er iemand nog een vraag daarover of zo? Wil ik ook graag gelegenheid voor geven. Ja? Als je zeg maar zo'n geduld mist, soms kan je het ook zo persoonlijk op jezelf trekken, van dat je gelijk alles wat er staat, gelijk in je persoonlijke leven toepast. Ja. Zorg ervoor dat je niet gelijk een bijbelverhaal helemaal uit de context neemt en voor je eigen nodig bidt, terwijl wel je bidt wel wat er staat, maar niet. Dat bedoel ik niet als je zo'n geduld. Dat je het niet uit de context ligt. Bedoel je? Dat je het op een verkeerde manier toepast. Ja. Dat heeft ook te maken met bidden om de geest. Het is ook wel, je zou kunnen zeggen, ook wel weer met vallen en opstaan. Hè? Je kunt je ook vergissen. Dat is ook zoiets natuurlijk, hè, als mens. Dat je denkt van, God wil dit of dat aan mij kwijt hier. En ook bepaalde beslissingen, dat je daarin dat toepast op jezelf. En hoe weet je dat dat dan ook goed is? Vergis je daar niet in? Ja, dat kan. Gods woord vergist zich niet, God vergist zich niet, maar ik kan wel eens vergissen. Maar dat is niet zodanig rampzalig als jij het maar weer steeds terugkoppelt naar God. Heere God, ik lees dit hier. En dit haal ik eruit. Maar als u het anders bedoelt, laat het me zien. Noem maar op. Maar geef steeds ruimte voor het handelen van God en wees bereid om ook zijn weg te gaan. En dat is natuurlijk het lastige voor ons, wat de geest ons wel wil leren. Ik heb dat zelf meerdere keren ook meegemaakt. Belangrijke beslissingen waren in mijn leven ook als een bepaalde gemeente een beroep op ons deed. Om daar naartoe te komen van moet ik gaan of moet ik niet gaan. En altijd moest God mij weer brengen op dat plekje van ben jij bereid om mijn weg te gaan? Nou goed, en dan meestal dan voordat de beslissing moest vallen, een aantal dagen daarvoor, dan schreef ik al een brief voor de betreffende kerkenraad. Bedanken of wel doen of niet doen. En dan legde ik dat gewoon voor God neer. En dan zei ik, Heere God, van, volgens mij moet dit het zijn, maar als u het anders wilt, haal er dan een streep door. Laat het me dan zien. Maar dan ben je steeds, als het ware, wel met God in gesprek. En luister ook naar anderen om je heen. Ik heb dan een geweldige vrouw naast me die daar altijd in mee bidt en meedenkt. En niet alleen maar zwijgt. maar ook spreekt. dus dan kun je dat ook reflecteren. En zo spreekt God ook. Hè? Dus ook dan zei ik net, het is zo belangrijk dat je mensen om je heen hebt. Zoek een gemeente, zoek een bidgroep, hoe dan ook. Waarin je dingen kunt reflecteren. Want ja, wij mensen, ja, wij zijn maar heel snel gericht weer op onszelf, hoor. En we pakken het toch graag weer op naar ons eigen voordeel. Ja. Maar God is wel geduldig, hoor. En die laat je wel eens vastlopen. Maar daar leer je dan ook weer van.